Rugbyclub Big Bulls speelde zondag de laatste competitiewedstrijd tegen ERC 69 uit Enschede. Ze moesten winnen om de Rams uit Apeldoorn achter zich te laten. De verwachtingen waren hoog gespannen en trokken bijzondere gasten. Burgemeester, ik kom u ook overal tegen. Hier nu bij de Big Bulls. Vertel eens, wat hebt u met rugby? Nou, met rugby als zodanig niet eens zo heel veel, maar de Big Bulls spelen vandaag een kampioenswedstrijd voor de derde klasse. Ja, daar hoor je natuurlijk even bij te zijn. Hele mooie club, hier aan de rand van de gemeente Almelo. En een belangrijke match voor de club zelf. En ja, dan leef je wel eventjes mee met zo'n mooie rugbyclub die we hier hebben. Bent u wel eens eerder naar rugby geweest? Nee, rugby heb ik uiteraard wel eens op tv gezien. Ik word hier goed begeleid met de regels en dergelijke. Dus wat dat betreft krijg ik heel veel informatie mee. En ik moet zeggen, ik geniet van de wedstrijd. Ja. Wat voor sport vindt u het? Als u het zo eens een beetje vergelijkt met voetbal? Nou ja, als buitenstaander denk je dat het vooral heel veel gaat om kracht. En je ziet gewoon dat er ook heel veel techniek en tactiek bij komt kijken bij rugby. Ja. En dat maakt het denk ik wel een hele aantrekkelijke sport. Lekker tempo. Kom dan! Binnen 10 minuten stond het al 32-0 en was de wedstrijd in feite al gespeeld. En het kostte trainer Alberts moeite om nog een slagje om de arm te houden. Tot nu toe gaat het supergoed. Het is 55-0 staan we voor. En ze hebben continu zetten ze de druk op de tegenstander. Dus het is wat je nou ziet. Die hebben voor getraind. Dat is perfect. Heel goed. En wat was het doel uiteindelijk? Het doel is om 5 punten hier weg te halen, zodat we kampioen kunnen worden. Dus het ziet er naar uit, 100% dat we eigenlijk kampioen zijn. Mag ik niet zeggen, het wedstrijd is niet afgelopen, maar er zit er dik in. Ja. Netjes jasje, dasje eruit komt, dan moeten we ons nog heel even gedragen. Officiële geleerden en dan gaan er wel mensen zeggen. En daarna als dat klaar is jongens, dan doet de DJ de muziek aan en dan gaan we starten dat je lekker aan. Ja!